De Republiek India is officieel eigenaar geworden van het perceelland op de hoek van de Meester Jagannath Lachmanstraat, de Albertlaan en de Jurilaan in het resort Flora Paramaribo. De ondertekening van de notariële akte van verkoop en koop vond gisteren plaats op het kabinet van de president. Het perceelland heeft een grootte van 98 aren en 22 centiaren. Met deze formele overdracht heeft de Republiek India zekerheid om investeringen te kunnen plegen en diplomatieke als ook culturele activiteiten te ontplooien op het terrein. Het Aziatische land had dit terrein reeds in 1992 beschikbaar gekregen. De eerste editie van de Veteranendag om maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen en oudgedienden van het Nationaal Leger te bevorderen, is dinsdag in de Mimirubuku-kazerne georganiseerd. Een hoogtepunt van deze dag was het défilé van veteranen en militairen. De legerleiding bedankte de aanwezige veteranen voor het harde werk en de strijd die zij hebben geleverd voor land en volk. Het ligt in de bedoeling deze dag onderdeel te maken van het defensiebeleid en ook een jaarlijks terugkerend karakter te geven. Het ministerie van Economische Zaken is tegen de toepassing van koppelverkopen bij het verkopen van goederen. Consumenten mogen ook niet verplicht worden om op deze manier goederen aan te schaffen. Koppelverkoop is de verkoop van een product dat gekoppeld is aan een ander product. Het ministerie drukt de winkeliers op het hart om zulks achterwege te laten. Indien dit toch wordt geconstateerd, zal het ministerie de nodige maatregelen treffen.